zijn over een uur in Helios. Oh, wij voelen ons allebei een beetje beroerd. Ik voel van helemaal omdat hij zo ziek is, maar allebei hoofdpijn. En we zijn weer in Nederland. We gaan nu naar huis. Het is vroeg. Het is heel raar, want wij dachten dat we in de middag zouden aankomen. Wij zijn thuis. Kijk hoe leuk! Mijn kerstcadeautje gehad van hier. Heel fijn. Oh, kijk dat roze. Dan bij jou is het deze. Ja. Zo leuk. Daar zijn de kiddies. Ze hebben zojuist een snackje gehad, die ligt nu daar. We gaan even de kerstboom aftuigen, het is echt heel vroeg. En dit even in een Tupperware bakje doen, heel minimalistisch, maar het zijn natuurlijk allemaal kleine dingetjes. Oh, er vallen allemaal stokjes af. Ik doe ze gewoon met die hangertjes erin, Vof. Oké. Ik heb die hele boom valt uit elkaar. Doen we hem in een zak en dan gelijk stofzuiger ermee? Ja. Kijk hoe mooi dit eruit ziet, dit bakje met kerstdecoraties. Kijk hoe mooi hij eruit ziet. Ja. Oké, tijd om uit te pakken. Ik heb een aantal dingen op de to-do-list voor vandaag. Namelijk vlog van morgen editen. Precies geëdit tot aan vandaag. Dan mail doen, bankzaken. Dat is altijd lastig als je aan het reizen bent om facturen te betalen en dat soort dingen. Want ja, weet je, het is best wel dubieus als je geld uit het buitenland overmaakt. Dus ja, nou, we zijn nu 2 weken weg geweest. Dus tijd weer voor de boekhouding. En als het lukt, shoppen opnemen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Het staat waar ik nu ben, maar we gaan het gaan proberen. We'll see. Misschien neem ik hem straks wel op. Oké. Oké, de waszak is uitgezocht. Dit is de was. Dit is geshopte dingen. Mensen vroegen ook waarom we niet daar ter plekke ook was deden. Maar het kost dus best wel veel om in een hotel je kleren te laten wassen. De prijs voor het wassen geef ik liever uit aan letterlijk een volledig nieuwe outfit. Dat is namelijk wat het kost, dus vandaar. En wij zijn natuurlijk altijd, wij vinden het heel leuk om naar het shoppen. Hè? Dus dan gaan we erheen met niet veel. Uiteindelijk heb ik best wel weinig, voor mij doen weinig kleren gekocht. Maar goed, oké, ik ben alles aan het uitzoeken en ik hoop dat er niks kapot is. Ik heb nu 1 kaars eruit en die is heel... Ik ben zo bang dat er iets geknald is of zo. Ik heb allemaal mokken ook en zo. Oh, ik zit uit te pakken en ik dacht me ineens, ik kreeg best wel veel opmerkingen van mensen die zeiden van waarom heb je condooms in je beauty tasje? Het was jullie opgevallen. Guys, ik heb zo mijn best gedaan met campagnes om hier een soort van geen taboe meer van te maken om condooms bij te dragen. Zeker als vrouw, er is echt niks mis mee om condooms bij te hebben. Weet je, you never know. Ook al heb je een relatie en al dan niet voor jezelf. Weet je wel, dan zijn ze er maar gewoon. Daar is niks mis mee. Het is niet haha hihi. Een verstandige meid heeft altijd condooms bij haar. Oké, alles uitgepakt. Ik ga het nu even mooi neerleggen voor een thumbnail straks. Zo, done. Dit is al... Hohoho. Dit is veel. Oké, ik ga er even een foto van maken. Oh, het is niet handig dat ik dat bij dat randje zo heb gedaan. Nou, misschien zo. Zoiets, ja. Ik heb voor Foefje even eten gemaakt. Hij voelt zich echt heel beroerd, als in griepig zelfs. Dus ja, gaat lekker in bed liggen. Ik spring zo echt onder de douche hierna. En dan ga ik verder met dit. Alright, ik heb gedoucht. Ik heb thee. Ik ga even een to-do-list maken voor vandaag. That's it. Er zit een wasje in de was. Er zit een wasje in de was. Er zit een wasje in de wasmachine. Voor wie ligt op bed? Kijk trouwens, mijn look. Mijn make-up look die ik gecreëerd heb. Mua Masha. En ze wisten verder niet dat ik dit was. Dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dit staat dus in Style Vision. En dit gaat over make-up en zo. En dit is mijn foto. Dit is zeg maar mijn eindwerk voor B. Voor de cursus die ik heb gedaan. Leuk, dit ga ik bewaren. Vind ik tof. Zo groot ook. Thank you. Oh man, ik heb mijn planner gemist hoor. Nou.
dit is allemaal dan. Oh, ik moet die natuurlijk wel heel even markeren. Zo. Zo. Nou, dan gaan we weer verder. Zie, ik ga niet precies verder op de 25ste. Ik begin gewoon in 2018. Zo, de to-do-list voor nu. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon wasjes durven. Misschien maakt dat me gelukkiger. Ik haat de was toen normaal niet hoef het, maar die ligt ziek op bed. Dus ik neem het allemaal over. Ja, wat zullen we gaan doen? Dit is laptop. 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 Maar eigenlijk... Ja, dit zijn wasjes. Nee, weet je wat? Dit is categorie wasjes. Dit zijn Gregor-spullen. Ik moet die zelf even gaan uitpakken allemaal. Dus ik denk dat ik me klaar ga maken. En een shoplog ga opnemen. Oké, rood wasje. Gaat er nu in? Nee, change of plans. Ik ga mijn mail doen. Mijn haar is namelijk nat, maar ik wil niet veel doen omdat hij echt in een diepe slaap is nu. En ik ga dus mijn nagels even doen. Dat moet ook echt gebeuren. En ik ga een French mani doen. Maar een stewardess en die was echt heel erg oldschool cool, zag ze eruit. En ik zag de French mani en ik dacht, ik ga dat weer eens een keer doen. Oké, dan. Ik ben niet de beste hierin, maar brings back 90s vibes, hè? Zo, wacht zo. Zo zie je beter. Oké, mijn haar wil maar niet drogen. Extensions. Ook al vind ik wet look heel leuk met kort haar. Ga ik er even roze in kleuren. En ik ga het in de keuken doen. Ik praat ook zacht, want hij ligt te slapen. Ik ga het gewoon in de keuken doen. Gewoon hier. Rustig. Want als ik daar piepjes doe, dan hoor je dat ook. Ah, ik moet straks wel even opletten met filmen. En dat wil ik niet fluisterend doen. Anders wacht ik met filmen tot hij wakker is. Ik zit net de vlogs van Vegas toe te voegen aan buitenlandvlogs. Want ik heb letterlijk maar één afspeellijst op Vlogklos. En dat is deze. En dat zijn zeg maar de vlogs in het buitenland. Maar het is heel leuk. Want dan kan ik dus ook zien waar ik het afgelopen jaar allemaal ben geweest. En hier is het echt zo leuk. Hier hebben we weer Amerika dan. Nou, Vegas. Daarvoor waren we in Stockholm. Even in Duitsland geweest. Ibiza. Oh, dit was die cruise. Dit was Ibiza, Barcelona, Marseille. We zijn naar Siget geweest. Dit is allemaal Siget, Siget. Dan hebben we Amerika Honeymoon, wat dus 20 dagen was. Wop, allemaal Amerika. Veel in Amerika geweest dit jaar. Dan in Servië voor Exit. Dan Florence, waar we zijn getrouwd. En dan hebben we Ibiza. We zijn geweest met mijn moeder. Dit is Spitsbergen. En voor iedereen die het vraagt, hij komt eraan, de docu. Ik laat jullie weten wanneer het op tv komt. Het is alleen iets vertraagd, geloof ik. Dus, even kijken, Spitsbergen. Dan hebben we Oslo, persreis. Praag. Dan hebben we IJsland. Oh, dat was zo gaaf ook. En dan hebben we Hongkong. En volgens mij was dat hem. Ja, Hongkong waren ook al 2 weken. Kijken. Ja, want daarvoor was Zwitserland en dat is alweer december het jaar ervoor. Dus ja, dat waren alle internationale dingen van het jaar. Met als hoogtepunt uiteraard de bruiloft en de honeymoon. Oh ja, 88 dagen van het jaar ben ik in het buitenland geweest. Grootste deel met Foef samen. Sommige dingen ook alleen, maar 88. Bizar. Oké, meneer ligt nog steeds te slapen. Het is zo zielig hoor. Het is zo slecht. En ik zit weer beneden, want ik wil deze lipkleur op. Voor iedereen die vroeg welke kleur ik op had bij de Insta-foto met het groene truitje. Dat is deze, dus Huda Beauty Muse. So pretty. Alleen deze lag beneden, omdat ik al die spullen daar heb uitgestald. Dit is ook echt een hele goede kleur om je lippen optisch wat groter te maken. Omdat hij zo mat is. Zo. Optisch groter. Deze er al uit. Ja. Oké, wakker blijven, wakker blijven, wakker blijven. Oké, rollers zijn eruit. Wacht. Hoe is het licht? Oeh, beter zo. Ik wil een foto maken van mijn haar, want ik heb nog geen foto gepost
met dat grijs erin. Ja, dat ga ik nu doen. Het is 6:15. Ik heb echt heel lang shoplog zitten filmen. We hebben net een soepje gegeten. Voefje voelt zich echt mega beroerd. Echt heel, heel zielig en ziek. En nou is net onze thermometer ook stuk. Dus dat is echt top. Maar die ligt weer lekker in bed. Ja. Oh, 538 video is online gekomen. Vet leuk, die ik laatst heb opgenomen. Alleen, ik zie er zo moe uit. Echt zo moe. Maar kan je nagaan. Ik heb me opgemaakt. Ik heb mijn haar gedaan. Dat zie je ook in de vlog. Maar dit is de dag na die breakdown dat ik dat heb opgenomen. Je ziet het gewoon aan. Man. Ik vind het gewoon, ik vind het best wel erg. Maar weet je, that's life. Goed. Ja. In other news, WeTransfer is echt super traag aan het doen. Dit is het tweede bestand wat ik stuur. Ik heb 30 giga materiaal gefilmd net. Het is niet normaal. Kijk dan hoe traag. Ik weet niet of dit een ding is of dat ik dit fantaseer. Maar altijd als het slecht weer is buiten en het waait, gaat internet trager. Ik weet niet of dat er met elkaar te maken heeft. Maar ja, hier. Hij hangt nog steeds op 4%. Stop. Kijk hoe leuk! Release reacties. Dit is hem. Oh, hoe zie ik eruit? En hier, oh, dit ook. De kwaliteit, automatische kwaliteit is heel slecht nu, omdat het slecht weer is ofzo. Oké, dit is hoe ver ik ben. Ik moet eigenlijk alleen nog boekhouding, mail, vlog van morgen. Wasje nummer 4 ga ik nu doen. Echt haat aan de was. In dit geval droger. Niet droog genoeg. Ik had het op kast droog gedaan. Niet droog genoeg. Kan ik dit wasje erbij gooien? Kan dat? Ik heb zeg maar één. Onze droger is iets groter dan de wasmachine. Dus het vorige wasje, ik doe niet alles in de droger, heb ik ongeveer de helft hierin gedaan. Dat is nog een beetje nattig, omdat ik kast droog had gedaan. En nu heb ik beddengoed, wat, ja, wat schoon is. Als ik dat nu hierbij gooi, ik zet de droger aan. Dat kan toch wel gewoon. Dan droogt hij zeg maar dat andere ook en dan dit ook erbij. Ik heb in ieder geval geleerd dat het qua kleur zo niet uitmaakt. Want ik heb nu wit beddengoed gedaan. Man. Wordt ook altijd zo'n bal, dat beddengoed. Oh, heel veel vragen over deze. Die hadden we bij Target gevonden, bij de mannenafdeling. En toen kwamen we vandaag nog een meisje op Schiphol. Die, of zeg maar, zij zat in ons vliegtuig ook. En zij was ook in Amerika en ze had in de vlog deze gezien. En toen heeft ze zelf ook gekocht. Maar zelfs bij Target waren ze echt bijna op. Dus ja. Oh, en volgens mij iemand had gecomment dat ze hem bij AliExpress had gevonden. Maar ik weet niet of dat dan exact dezelfde is. Maar nou ja. Alright, ik ga de vlog van morgen editen. Helemaal zelf. Klinkt heel raar. Maar normaal doet hij natuurlijk. Je doet het editen. Maar ligt zo'n zieke bed. Dus let's do it. Ik heb precies zo gedaan. Tot aan zeg maar, de vlog van vandaag. Zodat we op een gegeven moment de echt een paar dagen niet hoefden te editen. Oh, na murken is dit zo lekker. Om gewoon even alleen broccoli en zoete aardappel te eten. Ah, damn. Ik wilde dus een mosterdpleister van maken. Maar we hebben geen mosterdpoeder meer. Waar het heen is. Maar ik ga even wat uien snijden. En ik ga... Zal ik hem meteen knoflook geven om op te... Nee, gaat hij niet doen. Gaat hij echt niet doen. Ik doe dat. Ik gooi hele tenen erin. Maar oké, voor nu de uien. Ik heb hier mijn boekhouding zitten doen. Ik heb mijn to-do-list zo goed als af. Het enige wat ik niet heb gedaan is mail. Kijk. Alles behalve mail. Oh ja, er gaat nu een volgend wasje in. Dit schuif ik lekker door naar morgen. Het is namelijk 11:15. Ik ga de laatste dingetjes hier opruimen die van mij zijn. En dan ga ik even naar Fofie toe. Wacht, ik heb verkeerd geteld. Nu gaat 5 erin. Oh, ontdekking, je kan deze stapelen. Oh, dat scheelt ruimte. Maar hoeveel heb ik er van die? Volgens mij alleen deze 3. Moet ik een andere stapelen? Durf ik dat aan? Ik hou er eigenlijk niet van. Kijk, dat gaat helemaal scheef en zo. Oké, keuken schoon. Oké, wij gaan slapen. Het was voor licht al de hele dag, maar ik zou het pas nog op. Dus blijf je straks wakker. Ik heb mijn gezicht al gereinigd. En ik heb heavy BHA erop gegooid.
Daarom is het nu een beetje zeg maar rood. Maar dat is het enige op maat dat helpt met van die plekjes en zo. Goed, welterusten. Bedankt voor het kijken. En hoe laat is het nu? Oh ja, het is 1 uur geweest net. Ik ga slapen. Ik hoop dat het allemaal lukt. Welterusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen.